Hey Satellite Gourmet vrienden, cool dat je luistert naar deze podcast. Ik praat met studiogasten over horeca en gastronomie in de breedste zin van het woord. Om vooral hun passie met jullie te delen, te informeren en te inspireren. Hun verhaal kan ook straks dat van jou zijn. In deze aflevering ontvang ik niemand minder dan... Martijn de Vouw runt sinds 2017 samen met partner Tessa Dane, restaurant Rebellen in Marken. De naam doet vermoeden dat vooral chef Martijn misschien graag rebelleert, hoewel er dan toch een streep door het woord rebellen op het logo is getrokken. Klopt. Martijns lievelingseten is een ovenschotel met gehakte prei en patatjes. Maar aan de groente heeft hij een grondige hekel. Op de menukaart van Rebellen staat al van bij het begin een dessert als het signatuurgerecht van het restaurant. Tijd voor het verhaal van deze chef met de good looks en de big smile. Dag hey. Martijn. Hallo, Sabine. Ja, big smile, dat heb je wel, hè? Ja, natuurlijk gelijk. Ja, je lacht toch graag? Ja, ik ben wel een leutemaker. Ik ga het wel zo zijn. Ik sta wel zo in het leven, toch? Ja, en heb je dat van kleins af geleerd zo om in het leven te staan? Ergens wel. Ergens een soort, hoe moet je het zeggen, je m'en fous is misschien een groot woord voor te zeggen, maar zo... Ja, je hebt maar één leven, dus je leeft het zoals dat is. Plukt een dag en je ziet wel waar je uitkomt. Ja. Zeg, Rebellen, dat is er niet zomaar gekomen, hè, 2017. Ja. Wat is er daarvoor allemaal gebeurd? Je werd eerst en vooral een kleine jongen, hè. Ja. Dat zijn er geweest, ja. Hè. Ja, well, ik moet zeggen, ik moet beginnen over wanneer we terugkeren, van wanneer ik voor kok wil leren, dat was... Guy van Kouteren, een heel gekende chef. De chef met het strekje. Voilà. Op Vitaya had hij een programma. En ik weet dat ik toen als puber al zappend door de tv ging. En dat was juist het moment dat ik kon dingen opnemen via een digibox en zo. En ik had die afleveringen opgenomen. Totaal nog geen kennis van eten of keuken of gastronomie. En ik vond dat wel vrij interessant hoe dat er één iemand rond een duif of rond een aardappel... zo daarover bezig was. En dat je echt zag van, amai, het zit daar heel veel kennis achter. En ik vond dat wel heel interessant. En dat is eigenlijk het graantje die geplant geweest is van... waardoor dat ik gezegd heb van, ik wil eigenlijk voor kok leren, zeg maar. Ja. Ik vond dat een vrij interactief programma toen voor die tijd. Dat was een van de eerste kookprogramma's wat er wel een echte vakman antwoord gelaten werd. En dat vond ik eigenlijk, ja... dat een grote impact mee had op mijn jeugd en doen beslissen van, ik wil eigenlijk voor kok leren. Ik kom uit een niet-horeca, niet-zelfstandige gezin en dat was eigenlijk zo van, ja, mijn ma zei dan van, ja, nu ga je nu voor kok leren, maar hoe komt dat hier nu plots uit? En ja, toen had ik een beetje een bal aan het rollen doen gaan, zeg maar. Ja, Guy is er jammer genoeg niet meer. Inderdaad. Hij was al een missen, het was een grote chef. Ja. En weet je nog hoe dat hij dat programma deed? Ja, dat was zo typisch, hè? Dat was de camera enige. Die dan akkoord ging en zo. Ja. En ik keek zo altijd recht in de lens. Ja, dat was fantastisch. Je sprak echt iemand toe die aan kijken was. Hij kreeg goesting om te koken, hè? Ja, inderdaad. En veel van die termen weet ik nog, dat, ja, dat is van die Franse kooktermen dat hij gebruikt. En toen zat ik van, wat zegt hij hem allemaal? En hoe bestaat dat in eten en dit en dat? Ja. Dus ja, dat moet je wel doen triggeren, zeg maar. Dat die, begon jij dan ook te zeggen van, ik ga ook een keer duif klaarmaken? Ja, dat nog niet. Want ik vond dat al een hoog niveau. Maar ik weet dat ik toen en dat jaar... ik was toen een jaar of 12, 13 zeker. Amai, zei Ja, was ik heb een kookboek gevraagd van Jamie Oliver, die een andere ook vrij aan het opkomen was. Die iets jonger en jeugdiger kookte, zeg maar. Iets toegankelijker ook en redelijk simpelere ding. En dan heb ik zo, The Naked Chef heette die kookboek. En dan heb ik die kookboek gehad onder de kerstboom van mijn moeder. En dan heb ik daar wel, ik kan wel zeggen dat die een boek, dat ik hem echt uitgekookt heb. Dat is echt zo'n... ja, simpel eten. Zo'n panna cotta stond erin, simpele pasta's, een risotto. Jij noemt dat simpel. Voor het eerst, op zijn manier was dat wel huishoudelijk toe. En dat was eigenlijk in het weekend, maakte ik dat eten. En dan heb ik eigenlijk kort daarna echt in de horeca beginnen werken ook. En ben ik naar de hotelschool gegaan. En dus dat wel... Waar heb je school gelopen? In Kortrijk. Was dat. Ja. Nu heet dat Rizo. Dus tijdens je schoolopleiding ben je ook direct aan het werk gegaan? Ja, inderdaad. Je combineerde dat. Ja, en waar inderdaad. Stond je toen? Ik heb in het Balladehof, dat heette dat, in Zwevegem is dat. En dat was eigenlijk een restaurant, stierroom, feestzaal. En kwam daar eigenlijk toe, kon mijn mes nog niet vasthouden, want ik zat toen in tweede middelbaar. En
ja, die chef liet mij ratatouille snijden en allemaal. En ja, kon dat merkelijk niet, want dat was echt, voor die feestzaal was dat een grote hoeveelheid dat moest gesneden worden. En daarom, allee, voelde ik eigenlijk van, oké, ja, ik leer hier snijden. En eigenlijk voordat in school ons aangeleerd werd, ook al een bepaalde techniek door in dat restaurant. En ik moet zeggen, ja, denk dat dat eerste restaurant ook is, dat je zo, denk horeca, dat is een soort microbe dat je moet in je hebben. En dan, ja, groeit dat, zeg maar. En daar is dat wel gepland geweest, zo van, ja, die levensstijl, in het weekend gaan werken, daarna uitgaan, niet veel slapen, dan terug weer werken. En Is dat het ondernemerschap in de horeca? Ja. Niet veel slapen, maar ook durven uitgaan en genieten. In mijn leven was dat toch wel zo. Ik had altijd niet ingeboet in het uitgaan omdat ik veel moest werken, maar ik heb ook wel geleerd van met weinig slaap, weinig recup, terug te herpatten de dag erna, zeg maar. In het begin is dat heel lastig, zeg maar. En toen, rol je daarin en hoe moet je het zeggen, ik zou niet weten wat ik anders moet doen dan hetgeen dat ik nu doe. En nu is dat wel, je komt iets ouder, ben ook vader geworden en dan gaat dat wel meer gaan zetten zo. Maar ik ben altijd niet vies voor een keer een goed pint te gaan pakken en voor te vroege uren weg te gaan. Maar dat is wel een beetje meer gedoseerd dan vroeger, zeg. Ja. Goed. Je noemt al één chef die jou een beetje opgeleid heeft naast de school. Zijn er dan nog andere voor je zelf een zaak hebt gestart? Mijn grootste mentor, zeg maar, vind ik dat Arnold Hambuckers is, die de herborist. Nu is dat de zoon Alex die dat verder doet. In Brugge, In Brugge is dat, inderdaad. En in mijn zes en mijn zevende jaar, moet je zeggen, in de klas in de school gegeven, blonk ik wel uit. Niet in de theoretische vatten, maar alles dat praktijk aan ging, voelde ik wel echt van, dat is wat ik wil doen. En was ik echt wel een strever. Waardoor dat ik hoge percentages had voor mijn praktijkbeuren. En op een manier had ik een beetje een attitude, zeg maar, zo van, ik ben hier al een goede kok en ik kan het al en ik weet wel hoe dat in elkaar zit, omdat je zo schoor is van in dit 90% krijgt. Voor praktijk. En die theorie dan? Ja, dat was zo, dat is zo'n beetje geleden. Dat is wel minder zo. Ja, het is dat. Ja. Maar niet de grootste role model student. Algemene vorming, Martijn. Ja, het is dat. Maar goed, kwam zo'n beetje met attitude binnen in de herborist, ergens van, ik weet dat dat alles moet, wat dat eigenlijk een fout attitude is. Vooral als je één zo jong bent en twee in de keuken is eigenlijk nooit uitgeleerd. Want op het moment dat je denkt, ik weet alles of zoveel mogelijk. Ja, want die komt ook op sterrenniveau, toch? Ja, inderdaad. Dus jij kwam zo in een sterrenniveau terecht. Ja. En hem heb ik eigenlijk heel snel met mijn voeten op de grond gezet en heel duidelijk doen voelen van, je kunt ver van alles en als dat je mentaliteit gaat zijn aan 18, 19 jaar, vergeet het. Dan ga je ermee stoppen, want je kunt eigenlijk nog niets. En heeft dat echt aangekaart en keer op keer zo, dat ik een moeilijke periode vond, want eerst dacht ik van, allee, ben je goed genoeg en dit en dat. Maar toen, hoe moet je het zeggen, is dat een soort, dat is een soort leerschool na school, je eerste werk dat je krijgt. En dat was wel echt een mentor die mij doen inzien heeft van, denk een keer anders over dingen. En hij liet mij ook effectief dingen doen. Ze van, denk dat je alles kunt. Hier, een kalfslende, harseman, een keer helemaal. Hey, doe maar, want je weet het toch. En dan moet, stond jij daarmee met vol tanden. Val je door de mand. Ja. En zo, en dan moet je ook geef je ook letterlijk toe aan jezelf van, ben niet mijn beste. Ben gedreven, maar kan je nog veel te leren. En dan, één iets heel simpel hoor. S'avonds had de chef altijd iets en soms pikte hij er een commis uit, want ik was toen commis in die periode. En hij liet u iets maken en hij zei van, maak het een omelet voor mij. En dan, maak je snel iets, omdat je dacht van, moet je snel een omelet maken. En dat was eigenlijk totaal niet in orde, want hij verwachtte dat je de omelet van je eigen leven neerzette voor hem, weet wel. En ja, maar Martijn toen, Vouw dacht dat hij dat kon, hè. Ja, en toen zei hij van, wat is dat hier? En dat trakt op niet, en doet een keer opnieuw, en doet een keer beter. En van eigenlijk startende van een simpele omelet naar iets maken, totdat je dan op een bepaald moment voelt van, ik weet hoe dat hij dat wilt, ik weet hoe dat dat goed is, en dat je dan na, ik heb daar 3 jaar gewerkt, dat je dan na een jaar, zeg maar, je omelet maakt zoals dat hij ze wilt en dat je dat kunt en dat je dat dan geeft en dat hij ook de credit begint te geven, dan bouw je erop verder. En voor mij is dat wel zo'n een game changer, een switch geweest en mentaliteit, hoe dat ik tegenover eten en tegenover mezelf Hoe ging je daar als jonge gast mee om? Ja. Van een chef die staat
bijna te roepen op jou, ja. Van, allee, dat trekt op niks. Ja. Was toch moeilijk? Ja, moeilijk, maar ook het verste vind ik zelf. Ik vind ja. Dat zo... Oh, op het moment zelf, ja, zie je als een soort harde leerschool en denk je wel, ik heb altijd bakken respect voor hem. Ik heb echt mijn stage daar, ook die stage zelf aangevraagd voor bij hem. Ik had al zijn kookboeken en zijn stijl wist ik heel duidelijk van, hij kookt vanuit zijn tuin uit, met kruiden, met kennis. Ook, ja, die man was 60 jaar toen ik dat toekwam. Dat was een bomervaring. Je had ook een solide team rond hem. Eigenlijk als je daar als commis binnenkomt, ja, huppel je daar wel rond, maar ze is eigenlijk volledig overbodig. Dus moet je wel opwerken en moet je zelf wel bewijzen van, maar ik kan het verschil maken en iets. En ja, ik moet zeggen, de mooie manier tijd, van keuken, ja, kan niet zeggen van like, allee, slecht behandeld aan eender wat. Ja, nee, je heeft u zo'n soort levenslessen en een soort richtlijn meegeven dat je dat van vandaag nog altijd meedraagt. En ja, betrap dat mezelf op dat je ook, zelf naarmate je ouder wordt, dat je wel iets dat je vroeger geleerd hebt, dat je ook begint toe te passen, dat je ziet van oké, ja, dat werkt en dat heeft niks te maken met een bullebak te zijn of met mensen te affronteren met iets, maar dat heeft te maken met ik wil iets bereiken en zo moet het gebeuren. En ja, soms is dat ja, vanuit je optiek speelde het toen al in je hoofd van ik wil dat zeker ook later mijn eigen zaak. Aan mijn 14 jaar zei ik tegen mijn moeder van ik wil voor kok leren en ik wil mijn eigen restaurant hebben. En zei, ja, nu, ja, van wat komt dat? En ik weet nog dat ze zei van, ja, dat is een hek, hè. Dat gaat niet in de genen, dat gaat niet gebeuren. En ja, ergens moet je het zeggen, een soort, ja, gesloten mentaliteit over iets hebben, zo. En ook niet, van niet beter weten, want ja, mijn moeder was met 11 kinderen thuis en ging mee. Haar vader was melkboer, mijn opa, en ze ging mee met de ronde van de melkkar. En ja, dat was het leven wat dat was. En dan had je plots iemand die zegt van, ik kan de horizon gaan verkennen. En dat, ja, dat was in ons familie zoiets van wat komt dat hier nu plots om een keer? En hoe serieus is dat ook? Iemand die dat zegt, die is in een pyjama aan tv en een chef kijkt van, ja, ik zou dat ook wel willen doen later. Ja, moet ergens een roeping geweest zijn? Ja, ergens zo. Ja, iets... Zijn er die priester worden en jij zijn chef geworden? Ja, priester ging het nooit worden. Dat is de kaalzeer. Oké, dus je hebt eigenlijk overal een beetje zo gewerkt. Mm-hmm. We gaan ze niet allemaal opnoemen. Mm-hmm. Tot je eigenlijk beslist om een eigen zaak te beginnen met je partner, met Tessa. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja. Was dat easy? Was dat gemakkelijk? Nee, voor ons was dat alles behalve makkelijk. En ik vond dat ook tot nu toe zo... een van de moeilijkste dingen, zeg maar, in mijn carrière, voor zo... Ja, ik heb altijd gezegd, rond mijn 30e wil ik starten met mijn restaurant. Omdat ik dan denk van, je hebt een bepaalde maturiteit, je kunt bouwen op iets en je kan al ergens je identiteit schetsen. Ik vind, als je soms te jong begint dan iets, ja, zijn je nog te veel op zoek. Want ik merk dat nog altijd ergens zoek van, naar waar gaan we naartoe gaan. Het moeilijkste vond ik... dat we eigenlijk naar bank moesten gaan. We werden niet meer een investeerder, dus eigenlijk alles kwam van onze eigen financiën. En dat was ja, ons huis verkopen en met dat geld een bank gaan overtuigen van kijk, ik kook sinds mijn 14 jaar en wij willen een restaurant beginnen en eigenlijk al het geld dat we in ons restaurant steken en erboven wonen. Dat was ons plan. Toen hebben we letterlijk elke bank gedaan dat België had. En ja... Dat was, ik weet nog hoe, de eerste 8 banken was dat rood licht. Tessa, ja, mijn vrouw is zo het financiële aspect, die het businessplan ook gemaakt heeft van alles. Ik ben letterlijk echt de kok, de business van alles is voor haar. En zij zei van, ja, oké, gaan we dat businessplan goed opstaan en doen. Tuurlijk. Had er wel iemand zijn. Maar toen vond ik dat het zwaarst, omdat je zo voelt van... Ja, het zal ik niet makkelijk zijn voor geld te krijgen van een bank voor een restaurant open te doen. Want het is geen populaire sector bij banken. En toen al... En de regio, Marken, deed dat er ook een beetje aan toe? Van wat kruip jij nu in Marken? Ja, want dat was een restaurant die voordien. Ja, dat was een restaurant Fond Fumé van Jurgen Manen. En Veronique, zijn vrouw ook. Ja. En ja... Ik moet zeggen, wij hebben lang gezocht achter een pand. We hebben eigenlijk meer dan een jaar eigenlijk in pand rondgelopen en gedaan. En op een bepaald moment zie je letterlijk in een bruine café op de hoek
het licht. En toen is je wordt verliefd. Ja, en toen, ja, die is nooit geworden. Maar gelukkig was Tessa er ook, die mee ja, soms ja, ja. Met mijn voeten op de grond zetten. Ja. Van ja, we gaan hier niet doen en we moeten iets anders zoeken. En toen, ja, voor mij was een plaats dat we de zondag vaak gingen gaan eten. En ik ook de klassiek Frans, zeg maar zo echt, ja, comfortfood ook. En toen had Jurgen ons gezegd van, wij gaan voor mij verkopen. En dan zei ik van, ja, oké, ik wil wel iets met een tuin in. En iets dat ik ja, toen in Herboris bijvoorbeeld ook gezien had vroeger. Wat dat wel een soort rijkdom hebt aan je restaurant. En toen ja, zijn we op dat project gesprongen. En dan ja, na heel veel struggle met banken, hebben we toch iemand gevonden die er ons echt heeft door ja, gesleurd, zeg maar. En vanaf dan is het eigenlijk, hoe moet je het zeggen, ja, vanzelf is het foute woord, maar allee, was er zo'n soort trein die op rail stond en zijn we vertrokken. En hebben we allee, ik niet zoveel tegenslag of moeite meer ervaren van het restaurant geheel zijnde. Dus ja. Het moeilijkste van alles vond ik eigenlijk echt wel met niets, van niets naar iets gaan en eigenlijk een bank, iemand in een kostuum voor u kunnen overtuigen van uw kunnende. Want ja, dat is iets dat heel moeilijk is. En weet je nog wat hen over de brug heeft gebracht? Ja, mijn vrouw. Mijn vrouw met haar businessplan. Want dat was al iets dat ja, ze er letterlijk haar werk van maakt. Dat was een bundel. Een schoolvoorbeeld van een businessplan. Dat zijn ze ook in bank, dat daar niet aan lag. Maar puur van eigen inbreng en het feit ook dat ons restaurant en ons huis op dezelfde plaats was, dat je niet op borg kunt staan, dat je geen investeerder hebt. Ja, dat is een zwaar risico voor dat de bank eigenlijk ja, wel, geld zou verliezen. Het is het moment om een keer aan Tessa nu een boodschap te geven wat dat je daarvan vindt. Ja. Neem die moment een keer nu, ze. Maar ze weet dat heel goed, dat ik er daarvoor op hand draag, want allee, door haar weet ik dat ik de chef van de kok ben, zoals dat ik nu ben, omdat ze een heel deel van mijn schouders neemt, zeg maar. Ik zou me moeten bezighouden met personeelkosten, met al de kosten en al de regelingen. Is dat zo'n beetje typisch? Ja, een restaurantrun is eigenlijk ook een business, ja. Hè? Zegt, en dat is iets dat heel deal, veel... Ja. Allee, meestal is het zo... Ja, kijk, nu de podcast draai rond, zeg maar, de chef. Ja. En je zit ook het gezicht van de zaak. En je zit ook, ja, toonaangevende wat er gebeurt. Want uit stript dat je eten en drinken en dan dat je de bediening erbij komt. Maar de nummer één reden is meestal het één waarom dat er mensen gaan doen. Ja. Maar al het onzichtbare die erachter hangt, de communicatie eronder allemaal, dat is meestal een partner of de vrouw die dat doet. En ja, die... En ze is dan ook nog gastvrouw in voilà, je restaurant. Voilà, echt evenveel credit krijgen. Dus ja. Voilà. Bij deze Tessa, ik hoop dat je het gehoord hebt en gezien hebt. Dank je wel. Merci daarvoor. Zeg, Rebelle, de naam. Ja. Ik vind dat wel een schone naam. Hè? Ja. Zit er iets van een rebelle in jou? Ja, zeker. Ja. Anders zou ik het zo niet noemen. Nee. En er lang achter gezocht. Is dat? Eigenlijk hebben we een soort naam gezocht dat... Ja, dat niet zo in een bepaald hokje past. Dat we eigenlijk een bepaalde vrijheid kunnen hebben, zijn in kookstijl, zijn in gastvrijheid, dat we niet zo zeggen van, het is dat of dat, maar dat zo van ons eigen is. Ja. Ook de streep die door onze naam staat, dat was eigenlijk iemand, ja, als je start met een zaak, heb je een naam, maar dan zoek je iemand die een logo kan maken voor u. En dan kijk ik zo'n paar dingen geklad op papier. Ik ben daar totaal niet goed in. Ik kan daar ook totaal niet mee werken met zo'n ding. Je probeert toch, hè? Voilà. Gewoon die mensen richtlijn geven. Ja. En ik weet dat ik een kadertje er rond getrokken had. En dan zei hij van, ja, het is nogal raar. Je zegt, ik wil niet in een vakje gestoten worden. En hij tekent rond uw naam een vakje. En dan heeft hij gezegd, we gaan een vakje wegdoen. En we trekken er streep door. En dan vond ik eigenlijk, ja, zo de nagel op de kop. En dan hebben we heel snel gezegd van, ja, dat is echt wie dat we zijn. Dus ja. Vond ik heel mooi. Ja, maar die streep erdoor. Dus ja, voor iemand die daar naartoe kijkt, is dat dan... Oké, rebel, maar eigenlijk is die geen rebel. Wij denken niet aan dat vierkantje, hè. Ja, dus, rebel is ook... Het is als een vrouw geschreven ook, rebelle. Met een roze achtergrond hebben ook. En dat vind ik daar ergens zo... Ah, roze. Ja, ik zie dat graag. De chef die graag roze ziet. Ja, voilà. Dat maar is goed. Ik vind dat ergens in een kookstijl kun je ergens zo... Een soort
feminijn, vrouwelijke toets samen, een soort ja, ah, elegantie. Ah, zit er een vrouwen Martijn ook een beetje? Misschien ergens wel, een verweefde manneken ergens. misschien ergens wel. Maar ik vind dat je een koken wel kunt hebben, ja. Dat je met bepaalde smaken werkt. Ik kan niet zeggen dat je een dessert maakt met aardbeien en rozen, of met kersen en kersenbloesems, dat dat puur mannelijk is. Ik vind dat er daar wel ergens iets in zit. Die zo'n vrouwelijke, elegante toets heeft. Ja. En daarom hebben we eigenlijk gezegd van... We gaan het ook zo schrijven en zo super. Ervoor kiezen. Dus ja. Ja. Martijn, je stond al heel gauw in de top 300 van de beste chefs ter wereld. Ja, klopt. Dat was fantastisch. En toen kwam dat dessert van het jaar bij Gomio. Dat verhaal moet je nog een keer vertellen. Ja, dat was eigenlijk... Toen we net open waren, had ik schreef dan uw eerste menu... En dan ook dat dessert met die rijst dat ik gemaakt had en geproefd had, die eigenlijk heel ergens simpel, simplistisch en puur is. De ding dat eigenlijk, waar ik echt wel... Een soort rijstpapje? Inderdaad. Het zat een herkenbare Vlaamse smaken in. Dus een rijstpap is echt wel iets dat in ons DNA zit. Ja, in Vlaanderen en België in het algemeen, zeg maar. En dan hebben we daar eigenlijk een heel lichtere en interessante versie meegemaakt. We hebben ook ijs van rijst die erbij komt, een luchtige mousse en dan een heel krokante nougatine die ook van rijst is. Waardoor we eigenlijk iets heel complex hebben, maar die er heel simpel uitziet. Wat dat eigenlijk het streefpunt van mijn keuken ook is. En toen stond dat op ons eerste menu, zijn er heel wat recenten heel snel gepasseerd. Eigenlijk continu over die rijstdessert ons aangesproken of genoemd in bepaalde reviews ook. En toen na eigenlijk 1 jaar Klop Rebel hebben we mogen op het podium van Gomio gaan en hebben ze ons bekroond tot de dessert van dat jaar ook. En ja, dat doet wel heel veel. Omdat je zo, moet je zeggen, die hetsen zitten nu wel op een podium en ze zitten nu in de spotlight en je weet ergens wel van je eigen, als je bezig bent met eten, weet je van, ik steek heel veel tijd en energie in mijn eten, en dan krijg je die erkenning en die beloning terug. En dat doet wel heel veel deugd, moet ik zeggen. Ik ben daar mega trots op. Ja, je hebt dan meteen ook beslist van, dit gaat nooit van mijn menu. Allee, tot nu toe, staat hij er nu vandaag nog altijd op? Een beetje, al een klein beetje weg en weer genomen, omdat ik vind dat... Dat is nog gemakkelijker, hè? Altijd hetzelfde dessert op de menukaart. Ja, ook al. En dan, pas op, als we het van de menu nemen, zijn er heel wat mensen die komen en die ons erover aanspreken. Maar ik ben ook iemand die graag in verandering zit. Normaal gezien, we volgen heel hard de seizoen en boeren. Ja. En dat zorgt dat je heel snel, zeg maar, 6 wekelijks toch, gerechten veranderen en switcht in een menu. Dus dat is altijd wel een beetje in verandering. En dan ook dat ene item, die rijst. Toen we de dessert van het jaar gewonnen hebben, hebben we hem een jaar aan een stuk gegeven. Maar ik zou het ergens jammer vinden dat je een trofee hebt van de dessert van het jaar, maar dat niemand ergens kan eten. Ja, dat vind ik dan een beetje lame, zeg maar. Dus, dus hebben we gezegd van 1 jaar en dan hebben we eigenlijk 2 jaar non-stop gegeven. En dan heb ik gezegd, ik ga hem even opbergen en we zien wel wanneer we hem terug uithalen. Want het is ook een dessert. We geven altijd 2 desserts in ons grote menu. Het heeft een bepaald profiel, een smaakprofiel. En dat sluit uit dat je heel wat dingen niet kunt doen doordat je altijd met die rijst werkt, zeg maar. Dus hebben we hem plotseling weggenomen en dan zorgt er terug dat je terug vernieuwing moest doen. Wat dat het interessanter maakt. Dus, maar maak een keer de stap naar jouw keuken. Hè. Je zegt daar juist van... wat ik weet van jou, dus dat je met niet veel mensen werkt. Hè. Nee. Je hebt daar ook bewust voor gekozen. Ja. Vele chefs en restaurants hebben heel veel mensen rond zich. Met hoeveel sta jij in de keuken? Ik sta met 3 met mezelf erbij in de keuken. Dus 2 jongens staan er naast mij. En dan hebben we iemand aan de afwas die ook heel veel credit moet krijgen. Belangrijke persoon. Heel veel dingen gebeuren ook daar. En voorbereiding die tijd in beslag nemen. En dat is een basic ding. Maar dat je allemaal zelf moet doen, kun je niet hetzelfde bereiken op het einde van de dag. Ja, en in je restaurant heb je ook gekozen voor een link. Dat jij in de zaal een beetje kunt kijken en omgekeerd. Inderdaad. Is dat ook een bewuste keuze geweest? Ik vind de mensen mogen dus in jouw potten kijken. Ja, en ik kom ook aan tafel. We zetten ook samen gerechten in, omdat ik vind... Het moet een bepaalde vorm van etiketten en stijl en omgang van mensen zijn. Maar ik vind dat als iemand die het eten klaarmaakt, die dat inzet, kan dat duidelijkst ook overbrengen wat dat er juist aan de hand is. Ja. Ik kies voor niet met een leger en koks te werken in mijn keuken, omdat ik zo delegeren. Ik vind dat iets dat
dat moeilijk is. Dat is ook een leerzaam proces, zeg maar, dat stap per stap gaat. Dus ja, ik heb nooit in keukens gewerkt met 10 koks rondom mij, of uitgemaakt van een equipe van zoveel mensen. Dus ja, zelf vind ik het leuk om zelf veel te doen en dat ik echt in the middle of the action ook sta en dat we samen kunnen doen. Ik heb ook, bedoel je dat je ook wel graag een beetje een controlefreak? Ja, ergens wel, maar ik geef het wel uit dan, zeg maar heel duidelijk dat ik heel snel kan ingrijpen als er iets misgaat. En ik vind ook, koken is in mijn geval iets persoonlijks. Ik wil dat mensen naar Rebel komen eten, dat is ook mijzelf, Martijn, zien in de zaak en zien koken, dat het niet is van we zijn naar Rebel gaan eten, maar ja, hij was er niet bijvoorbeeld. Dat is nog nooit voorgekomen. Als we een evenement hebben, sluit met het restaurant en gaan we naar dat evenement of stuur ik een souschef naar dat evenement, dan ga ik later naar het evenement. Maar als het restaurant open is, stak ik aan mijn fornuis. Dat is wel iets dat ik heel wel benadruk en zo. Dat persoonlijk is. Ja, persoonlijk koken zeg je. Wat kook je dan het liefst eigenlijk? Waarmee ben je het liefst van al bezig? Ja. Okay. Is dat vlees, vis, ja, groenten? Ja. Ik heb niet zo één iets dat ik zeg van dat is hier het bij uitstekken mijn lievelingsingrediënt. Ja. Want ik probeer eigenlijk veel te kijken naar een ingrediënt en dat zijn eigen podium te geven. Het is zo, als ik een menu schrijf, denk ik altijd aan een soort muziekalbum dat je hebt, waar dat er zo een soort intro staat, dat er zo een opwarmer staat, dat er zo een knalhit staat en dan een rustiger nummer en dan kun je het volledige album hebben en dat je ergens kunt zeggen van amai, wat goed album en die hits vind ik het beste en dat liedje hoor ik graag en dat is goed in het album. Zo probeer ik te kijken naar een menu opbouw, zeg maar. Dat je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, de eerste asperge komt eraan. Ja, dan zoeken we waar er een aspergekweker in de buurt is die het verschil kan maken in punt 1, de asperge al, de grondstof. En dan zet je dat op zijn eigen podium. En je probeert natuurlijk met ieder gerecht of met ieder ingrediënt zo hoog mogelijk te tellen. Maar je hebt altijd, ja, in een menu opbouwen, heb je altijd zoiets van, ja, oké, dat is het beste, dat is het beste, dat is dat. En ja, daar moet je achter zoeken. En je probeert gewoon naar een product te kijken. Is dat nu een stuk skrei of een stuk een melkkoe die terug heropgefokt is voor een goed stuk vlees te krijgen? Dat probeer je te liften naar iets. Ja. Maar het is niet dat ik zeg van, ah ja, dat zijn hier mijn favoriete 5 producten. Natuurlijk, als het seizoen volgt, altijd keer alles terug en kijk altijd uit naar de eerste asperges. De eerste coquilles kijk ik ook heel hard naar uit. Een goede langoustine vind ik ook super. En dat zijn dingen waar je naar grijpt. Maar het is niet zo dat ik enkel naar die dingen grijp en de rest zo laten links liggen. Ik vind het soms interessanter dat je naar een boer gaat en dat hij zegt van, kan je hier een bepaalde koolsoort, kun je daar iets mee doen, dat je niet weet wat dat is en dat je dat op je plank legt en dat je daarover begint te speculeren met de gasten in de keuken van wat kunnen we doen, hoe kunnen we het doen, dat maakt het interessanter, zeg ik. Ja, dus de inspiratie haal je eigenlijk bij de boeren? Heel veel. Heel veel? Heel veel toch wel. Vooral ook met lokale boeren. Ja, ja. We hebben redelijk nauw contact met al die mensen. We sturen vaak berichten, we gaan vaak op bezoek. En ik vind dat nog altijd een heel groot verschil is met iets te bestellen online of via mail of via telefoon en in je keuken krijgen en ermee aan de slag te gaan, totdat iemand letterlijk echt iets uit de grond ziet gaan of een boer praten over zijn oogst van tomaten die voor 30% mislukt is doordat het te warm geweest is of dat hij moeite kreeg met bloemkool te kweken. Ik vind het veel interessantere bagage dat je mee hebt dan te zeggen van, ja, ik ga een avocado bestellen en die met het vliegtuig van de andere kant komt en dat je daar iets mee maakt die dan basic is, zeg maar. Ja. Dus je maakt er eigenlijk ook altijd een dagje van om een keer altijd. Ik probeer toch, hoe moet je het zeggen, op mannelijkse basis met bepaalde mensen te gaan en te zien wat er op het land ligt. Ja, vind je dat zo belangrijk om met die lokale boeren te werken? Niet alleen voor je producten, maar in het algemeen? Ja, omdat ik vind ook we zijn nu 2021. Ik vind in de laatste 5 jaar dat er heel veel veranderd is naar, op een bepaalde manier is er zo een soort
soort vibe van alles is altijd beschikbaar. En ik betrap dat mezelf ook op, hoor. Je hebt 1001 bestelsites online en dat is click into basket en de dag erna komen toe. En alles is continu beschikbaar. En in heel veel dingen is dat zo, maar in, als je eigenlijk puur in natuur gaat, ja, is dat niet zo. En als je eigenlijk luistert naar mensen die hun land eerlijk bewerken, is er heel veel micro-seizoenen dat er soms maar iets enkele weken in een jaar beschikbaar is. En dan, ja, bijvoorbeeld de hoppenscheut nu bijvoorbeeld, dat is heel kort dat dat beschikbaar is. Dat is niet iets dat je zegt van, ja, breng maar 10 kilo en breng morgen nog maar een keer 5 kilo. En nee, dat werkt niet zo. Dat is van, regel met een boer van, kun je mij daarvoor voorzien? Ja, ik heb zoveel nodig. Dat is afspraken maken. Dat is ook luisteren naar die mens. Soms is het weer van heel groot belang. En ergens is dat heel veel seizoenen zijn ergens verdwenen en ik heb het gevoel dat heel veel mensen dat weinig kennis nog van hem, van dat een tomaat eigenlijk in een late zomer pas komt en dat je in de winter eigenlijk best iets anders kiest dan een tomaat, omdat er wel andere dingen zijn, maar dat is een beetje schuld van supermarkten, van marketing, om altijd maar alles kan, alles mag. En eigenlijk is dat niet zo oké, vind ik zelf. Goed. We gaan een keer kijken naar een ander verhaal dat je onlangs hebt meegemaakt. Ja, plots komt onze Martijn op tv. Mm-hmm. Hoe was dat? Dat was een aparte ervaring, denk ik. Het programma heette... Ja, Chef. Heette ja, dat. Chef. Op 4 was dat, ja. Ja. Zeggen ze trouwens chef bij jou? Nee. Wat zeggen ze dan? Mijn naam Martijn. Ja. Martijn. En zou je dat wil je niet dat ze zeggen. Hey, chef. Ja, ergens chef. Niet, ja. Ik vind dat ergens niet, ja. Mij moet ze zo niet aanspreken, zeg maar. Ik merk wel dat als iemand hebt die een stage loopt in de keuken, die je wel heel snel chef noemt en dat daar niet echt vanaf weet. Ze wordt geleerd voor op school, hè? Voor je naam te zeggen. Ja. Maar ik moet zeggen, de mensen die rondom ons werken, zijn ook allemaal heel goede gasten met het hart op de juiste plaats. Ja. En hun handen ook op de juiste plaats. En wat moet je zeggen, ik ben heel blij dat ik met zo'n type mensen mijn zaak kan runnen. En ja, moet je dan zeggen, ja, ze mogen ze mij chef noemen, maar ik ga dat nooit afdwingen. Als ze mijn naam zeggen, is dat goed genoeg. Ik vind dat goed. Ik vind dat niet meer, moet je zeggen. Ja, en toch een beetje mee aan dat programma, chef. Inderdaad. Je bent gevraagd geweest. Ja, TV iemand komen eten die aan het scouten was van Warner Bros. Was dat. En die zei van, we zoeken verschillende chefs voor dat programma. Zij ervoor open. En ik had daar eigenlijk een beetje angst voor. Vooral omdat ik zo... Ja, dat programma bestond niet. En dan kun je wel profileren. Allee, dat was ook een bepaald contract ondertekenen. En dat is dan een opname van een half jaar. Dan ze eigenlijk kunnen filmen wat ze willen. En ze kunnen heel snel... Ja, beeld nemen en uit de context nemen en dat zoiets. Dat is televisie, hè? Ja, dus daar zat ik heel wat mee in. Ja. Maar toen, wat dat mij over de lijnen trokken heeft, is dat ze de makers hadden ook topdokters gemaakt, die eigenlijk over chirurgen en allemaal gingen. En moet zeggen, zelf had ik daar een heel ander beeld over. Dacht ik dan die gasten veel meer een soort luxe job hadden. Maar toen ik eigenlijk zag, dacht ik van, amai, chapeau, wat dat zij doen. Dus de echtheid van het beroep kwam mijn topdokters heel goed naar boven. En dan had ik er wel eigenlijk vertrouwen in van wat ze ons in beeld gingen brengen ook. Maar gezien natuurlijk, de eerste aflevering hebben we maar gezien de dag dat de eerste aflevering er was. Dus dat was wel zo vrij spannend van, wat gaan ze ermee gemaakt hebben. Kon je jezelf zijn, Martijn? Want dat is belangrijk. Ja, heel hard. Want probeer dat ook. Het heeft ook geen nut van in een rol ergens te vervallen of te doen. Wat dat natuurlijk wennen is dat er iemand met een camera, een geluidstechnieker en een monitor en een regisseur rondom u loopt. En dat je ergens, hoe moet je het zeggen, je eigen zijt, zeg maar. Want dat is niet alledaags dat er zo'n hele stuut meeloopt met u. Alles, je moest er ook fris uitzien voor televisie. Ja, maar ik vond de... Veilig gaan drinken de avond ervoor, dat kon niet. Ja, toen was het al coronamaatregelen en de cafés waren dicht tegen dat het restaurant dicht had. Dus dat zat er niet in. Maar ik moet zeggen, ik
vind heel goed, het is heel goed in beeld gebracht en overgekomen, want ja, like, een van mijn passies van inderdaad de boeren, maar ook een jager en de vis, voor dat allemaal te zien waar je producten gaan halen, en ze heel mooi in beeld gebracht en zijn er ook vriendschappen ontstaan en ik, ja, terug met de jacht bijvoorbeeld, ja, enkele keren mee geweest, maar ook andere manieren van jagen dat ik eigenlijk heel interessant vond en ja, ik vind van mezelf ben ik heel tevreden over dat programma. Ja, smaakt dan naar meer? Martijn de Fout TV-chef? Nee, dat niet. Dat voel ik van mijn eigen... Ik weet dat ik ben te gefocust op Rebel en op het restaurant gebeuren, dat ik nog een tv-show ernaast zou nemen, zeg maar. Ook, allee, het is een makkelijke, tussen aanhalingstekens, tv-show, als het gaat over wie dat je zei, wat dat je doet, want het is eigenlijk jezelf en ze brengen dat in beeld. En je moet eigenlijk naar locaties gaan dat je zelf wilt en dingen dat je zelf ja, wilt doen. Tof. En dat doe je. Dat is iets anders dan... dan een reisprogramma dat ik zou moeten, ik zeg maar iets in Sicilië, iets gaan moeten maken, dat zou ik, ja, zou ik zeker ook wel leuk vinden, ja, maar ik moet zeggen, ik ben daar niet echt tot aangetrokken op dit moment. Goed, maar je hebt alvast iemand van Warner Bros. Ja. Op bezoek gehad. Ja. Zijn er nog zo chefs die al eens op bezoek gekomen zijn, waarvan je toch even zei, ja, wow, zeker, of andere mensen? Ja. Wat we 3 maanden open waren, dat ga ik nooit vergeten, is ja, de Godfather. Ja, 1 maand, sorry, het was 1 maand. Toen we 1 maand open waren, stond plots de lieve, de vrouw van Peter Hoosens, stond aan de voordeur. En ik weet nog dat ik aan de pas stond en dat ik keek, want kijk, iedere keer dat er iemand binnenkomt, dat ik dat zie wie dat is. En dan zei ik tegen mijn souschef van ja, het is precies de vrouw van Peter Hoosens die toegekomen is. En hij zei van, ja, start ik in mijn lul. En we doen verder. En ja, Peter Hoosens was zijn auto gaan parkeren en plots de deur gehouden. En ja, Peter Hoosens die zo, ja, voor mij wel godfather van astronomie in België is. 3 sterren, ja, voilà, altijd. Ja. Ja, en ja, stond daar in het deurgat. En toen stond ik daar echt wel zo met mijn mond vol ton. Want ik wist ook niet dat hij die middag erop stond. Dat naam, een gewone mensen, ja, zijn naam stond er niet op. En dat heeft wel een immense indruk gemaakt. Dat ik zei van, wow, ik ga hier alles op vlees hart vanmiddag. En ik weet dan ook... dat ik zei tegen mijn souschef van, nu, wat moet ik doen, wat moet ik doen? Ja, en hem, ja, even de betalen aan het verliezen. Had er naartoe geweest, zei hij. En ik weet dat ik zo een hand ga geven. En hij zei van, amai, dat ik ja, vereerd was dat hij na een maand ja, in Rebel gearriveerd was. En hij heeft me ook heel, volledig op het gemak gesteld van dat hij... allee, dat je bent niet anders gaan koken omdat hij er was. Nee, en ja, ik heb daar ook zelfs een probleem mee als ik dat in een restaurant ervaar. Als er dan een chef doet zo van andere menus maken voor een bepaald persoon. Ik vind zo, ja, je heeft het beste van jezelf. En natuurlijk, mijn vis is geportioneerd. Ja, de mooiste 3 porties vis zijn naar hun tafel gaan. Natuurlijk, want ja, het is ook iemand die er het meeste van kent. Maar het is niet zo dat ik andere gerechten begin maken voor hem. Dat is ook niet wat hij doet. Dus ja, maar dan de feedback dat hij mij gegeven heeft. Ja, daar ben ik benieuwd naar. Ja, ik was heel nerveus. Hij heeft mij direct heel op mijn gemak gesteld ook toen. En ja, ook gezegd van, doe je maar je ding en kom omdat ik goede dingen gehoord heb. En dan heeft hij ook gezegd... Na 1 maand tijd. Ja, allee. En dan heeft hij ook van mijn visgerecht gezegd van... Dat is heel goed, een heel mooi niveau dat je hebt. Dat moet je blijven doen. Ook de pandan rijst, ons dessert van het jaar. Dan, maar dan was dat nog in dessert van het jaar. Heeft hij geproefd en heeft hij ook heel mooie complimenten van gegeven. En ja, dat was een grote indruk, zeg maar. Dat ik, ja, en waren er ook dingen die hij gezegd heeft van... Werk daar nog even aan? Of was het eigenlijk allemaal redelijk positief? Ja, eigenlijk vrij positief en opbouwend, zeg maar, dat hij was. En merk dat ook van de meeste gerespecteerde chefs, als die komen, staan ook voor de positiviteit in je zaak. En kan serieus wat kritiek aanvaren, want dat moet je ook, want het is een transparant beroep. We hebben heel veel reviews dat je continu krijgt, waar je dat van een vakman hoort, die ook veel betekent in het wereldje, doet dat wel heel veel. Ja. En dan, ja, Piet Huizentruid is bijvoorbeeld ook gekomen, wat ik ook echt, in onze regio dan, is bekend natuurlijk bij het grote publiek van een tv-kok te zijn. SOS. Voilà, ja. Wat dat eigenlijk ergens zo een soort karikatuur is van de man, want als chef zelf, als je naar zo'n boeken kijkt, zo'n oudere boeken, ik bedoel, desserts met aardpeer en al, die nu hip zijn, deed hij wel meer dan 15 jaar geleden, staat dat in die boeken. En ik vind dat hij zo ergens zo, dat podium
Is hij een miskend, vind je dat miskend is? Ga ja, misbegrepen misschien ergens een deel zo. Dat zegt hij zelf ook, hè. Ja, en er is zo, mede door media ook ergens, dat hij zo op een bepaalde, in een bepaald vakje geduwd is. Ja. Maar voor mij is dat een hele grote chef die heel uitdagend en heel interessant en heel persoonlijk eten benadert. En ook hij is komen eten en ja... Dat was precies, mijn vader had nooit gehad, die ben kwam in de keuken. Een vrij joviale mens ook. En vrij Vlaams echt. Die kwam ook binnen in een redelijk klein restaurant. En iedereen weet wie dat is. En je gaat hem letterlijk aan iedereen een dag gaan zeggen. En een keer in de keuken. En dat was precies... En je staat wel graag in de picture, hè? Ja, tuurlijk. Maar je verdient dat ook. Ja, je verdient dat ook. En het is een grote man wat hij doet. En ook zijn feedback vond ik... meer of interessant voor te horen hoe dat je met eten dingen kunt bereiden, of hoe dat je iemand anders ziet die ook op een heel hoog niveau zit. Dus ja. Over eten gesproken, wat eet jij dan eigenlijk het liefst? Ik weet dat het gehakt schotel is. Patatjes en prei, dat is tof, hè. Ik eet dat ook zo graag. Ja. Jagerschotel eet dat is iets dat mijn timer, hè. Is klaar, timer. Het is niet waar, is dat gesprek hier bijna afgelopen. Oké, vertel nog even vlug, voor we daar naar de vaste rubriek gaan. Mm-hmm. Hoe zit dat met die prijsschotel? Ja, ik zeg het, opgegroeid in een doorsnee arbeidersgezin. Mijn ma had ons kookboek van de Boerinnenbond. En dat was eigenlijk echt wel het eten dat wij hadden thuis. Dus Vlaamse kost echt. En een van die dingen is een prijsschotel met gehakt aardappelen en kaas erover. En voor mij is dat ergens nostalgisch, dat gerecht. En we maken nu ook redelijk veel klaar. En ik zeg ook tegen mijn kinderen nu van... Dat is het eten dat jullie oma maakte voor mij. Dat ik zei van... Dat is het eten dat mij aan mijn oma doet. Aan mijn mama doet denken, aan jullie oma doet denken. En maar ik weet dat je hekel hebt aan die groenten, hè? Aan prei. Ja. Omdat je Nee. Ja, je hebt dat nog eens verteld tegen mij, dat je vroeger moest pret gaan planten. De groente eet ik graag. Maar ik weet, voor zo... Ik ben van Meulebeke. Ja. En dat is zo, een boerengemeente. En dat was dan de gewend aan je vakantiejob. Ging je naar de boer pret gaan planten. En ik vond dat... Ja, een vrij eentonig, saai werk. En dan dacht ik zo van... Jezus, dat wil ik echt wel niet doen. En ik vond het leuker voor de prei klaar te maken dan hem in de grond te moeten steken. Okay. Zo zijn. En dan nu de terugkerende vraag. Als je één iets zou mogen overdoen in je leven, opnieuw in je carrière, opnieuw beleven, waarvoor zou je kiezen? Oh, echt beleven. Ja, terugbeleven van toen je klein was. Toen 12 jaar tot nu. Ja. Is dat van dat moment wil ik nog eens terugbeleven? Ja. Wat ik wel de max vind, en dat is niets met koken te maken, maar toen ik zo 9, 10 jaar was, woonden wij in een wijk. En dat was vrij open. Dat was zo met fietsen naar een groene zone gaan en dan een hele dag crossen en zo. Moet je zeggen, de tijd nu is wat veranderd. Zo. Dat is niet meer zo open als vroeger, mede door een open ding die al gebeurd zijn, waardoor dat mensen kinderen veel meer afschermen. Maar zo die vrijheid dat je toen had, dat je zo met je fiets door een wijk rijdt en zo de fietsen daar zie liggen van, daar is iedereen en toen naar dat huis gaan en zo. Ja, dat vond ik een heel... Spelen op straat eigenlijk. Ja, een heel open... Ja. Allee, ook nog niets van zorgen of eender wat. Dag was dat, hè. En naar huis gaan, het donker begint te komen en al zo'n ding. En er is ouders hebben die wel weten van... Dat komt wel allemaal in orde, want we zitten in een goede gemeenschap hier en een goede wijk. Zo. En dat vond ik wel iets dat ik als naar jeugd zo terugkijk, die openheid daarvan. Dat vind ik wel heel mooi. Maar niets hou je tegen om dat nu als volwassene nog eens te doen, hè? Ja, dat is een beetje raar. Maar een BMX-fietsje er testen. Ik wil toch nog één vraag stellen. Heb je nog een specifieke droom? Michelinster? Ja, staat dat bij jou? Een Michelinster, dat staat zo ergens op mijn lijstje. Maar je bent er niet mee bezig? Nee. Ik ga zeggen, dat is nog nooit de reden geweest dat ik 's morgens mijn schort aan doe, dat een blad papier neem en een menu uitschrijf. Dat is niet met de gedachte van een ster te koken. Ik vind dat ook niet de manier is om een ster te halen. Maar je heeft het beste van jezelf elke dag. Ik vind persoonlijkheid heel belangrijk in eten maken en in een restaurant runnen. Ik vind dat we dat... heel hard hebben bij ons. Ik streef daar ook na.
En voor het moment moet je het zeggen, tel ik niet zo zwaar aan die ster. Maar ik heb wel al gezegd, of erover nagedacht, stel ben hier aan 10 jaar, heb ik geen ster gekregen, zou ik daar eens naar terugkijken, zo van, tja, ja, je staat bij top 300 chefs, je maakt awards, winning desserts, hebt van alles en nog wat je vorige vrijdag gedaan bent, maar toch heb je nooit ergens die ster gehad. Dat zou ik het wel raar vinden van, tja, we dat nooit kunnen verwezenlijken, en wat zou dat alleen hebben? Mm-hmm. Maar het is niet zo mijn drijfsfeer als kok, zeg maar, van, ja, dat staat hier nu op mijn lijstje, okay. En fluo, en dat is het doel dat we moeten halen dit jaar. Zo denk ik daar niet over. Ik zie dat meer als een bekroning, net alsof dat ik die pandanreis te ser gemaakt heb, dat ik weet van, dat is persoonlijk, dat zit goed aan elkaar, en plots, ja, in je podiummoment dat je kunt verzilveren, wat dat super mooi is. Hetzelfde met Michelin, als ik op het podium mag gaan voor mijn ster, ja, op het trots ga ik zijn op ja. Iedereen. En heb ik het niet, ik ga niet laten van slapen of anders koken om een ster te hebben. Ja, oké, dan wens ik je daar heel veel succes merci. In, Martijn. Ik hoop dat je genoten hebt. Ja, merci. En je blijft de chef met de good looks, de big smile. Dankjewel, Martijn de Vouw. Sorry, merci. Dit was het dan voor deze aflevering. Bedankt dat je erbij was. We hadden het goed samen. Ga naar satellitegourmet.com en lees meer over deze podcast. Elke episode vind je ook op Spotify, Google en Apple Podcasts. Op het YouTube-kanaal Satellite Gourmet voor video. Denk eraan om ons te volgen en subscribe. Blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws uit de regio met de Made In nieuwsbrief. Schrijf je in via www.madein.be.